Hallo allemaal en welkom bij deel nummer 7 van mijn Minecraft Survival Series. Ik ben Ruben en mocht je het gemist hebben, we hebben de vorige aflevering zijn we daar heel verderop achterin bezig geweest. Waar het begin is voor de schapenstal. Ondertussen heb ik gemeend, dat heb ik gedaan ongeveer anderhalf, twee uur lang. Ja, en dat heb ik ook opgenomen. Mocht je dat willen zien, dat komt hier dus niet voorbij. Maar ik zal zorgen dat daar dus een link van komt in de omschrijving. Ik wijs naar beneden, maar ja, jullie zien dat niet. Maar ja, mocht je dat willen zien, dan wacht ik nu even. En dan kan je dat even kijken. En dan, tot zo dan. Nee. Mocht je ervan houden om mij te zien mijnen, moet je dat echt gaan kijken. En dan is nu de vraag, wat gaan we in deze aflevering doen? Ja, we kunnen aan de gang met die schapen... Met die schapenstal, maar daar heb ik gewoon een heleboel materiaal voor nodig. Waaronder ijzer. En ik heb niet echt meer de tijd gehad, of ervoor gemaakt, zo kan je het ook zien natuurlijk, om te gaan mijnen. Maar ja, ik kom er wel achter dat als we nu een enchant table willen hebben, want dan heb je natuurlijk, ja, spoiler alert, maar dat heb je als goed is nu net gezien. En anders dan heb je dat gemist, maar ik kan wel even heel snel naar beneden lopen. Dan heb je kunnen zien dat we natuurlijk hetgeen hebben gevonden waarom we mijnen. Ho. Dan ga je ook zien dat ik echt dat tussendoor gedaan heb en niet meer gemijnd heb. Ik heb wel een trappen gehad, joh. Zijn we er al bijna? Ja, we zijn er bijna. Kijk, dit zijn de twee gangpaden die we gemijnd hebben de vorige keer. Hier ligt het niet. Hier ligt het ook niet. Laatste kistje dan. Nee. We hebben met de diamonds gedaan. Nou, die heb ik mee naar boven genomen dus. We hebben in ieder geval diamonds gevonden. Ja, hoeveel? In totaal. Laat het in de comments achter. Nee, grapje. 13. 13 diamonds. Toch? Nee, meer. 21. Het was 8, 8 en 5. Nou ja. In ieder geval, wat gaan we deze aflevering doen? Omdat we natuurlijk een enchant table nodig hebben, hebben we daarvoor leer nodig, onder andere. En papier. Papier, dat groeit daar verderop. We hebben de diamonds dan gelaten. Oh, wacht, heb ik hier in dit kistje gedaan natuurlijk. Hier 21 diamonds. En het lapis. Ja, dus wat we nodig hebben is dus een koeienstal. En we gaan gewoon een beetje een primitieve koeienstal maken. We gaan niet gelijk all-out laten we gek doen. Dat is een beetje overdreven natuurlijk. Zo, een hekje, deurtje en van alles. Ja... Dan moet ik wel even nadenken of dat we het hier alweer gelijk een stukje naar beneden laten gaan. Zodat we dan erin kunnen lopen. Dat lijkt me wel het allerfijnst. Kijk, halen we dit even allemaal weg. En dan gaan we zo trapsgewijs naar beneden. Dan hebben we hier gewoon allerlei dingetjes die we in de buurt willen hebben. Dan bouwen we hier. Trappetjes maken. Goed voorbereid, Ruben. Ja, dat weet ik. Ja. Oh, dat valt ook wel mee. Het is wel even zoeken van, god, wat ga ik nou doen? Ik ben meestal als ik zelf gewoon Minecraft speel zonder dat ik het opneem of laat zien. Dan kan ik gewoon lekker mijn gang gaan natuurlijk. En hoef ik aan niemand verantwoording af te dragen. Kijk, dan bouwen we vanaf hier bouwen we dus hekjes. Dan komt hier het poortje. We kunnen nu spinnendag op de grond leggen. Wat doet dat? Geen idee wat dat doet. Nou, daar komen we vanzelf een keer achter. Ja, of niet, maar... Kijk, de vraag is tot hoe ver willen we die stal maken? Want op zich hebben we het aardig nodig. We hebben aardig wat koeien nodig. En we willen natuurlijk geen kistkalveren hebben. Als je nu wat kistkalveren zijn, dat zijn koeien die echt puur als kalf worden geboren. Daarna in een kist worden gestopt, bij wijze van spreken. En daar niet meer uitkomen. Tot ze naar de slacht gaan. Tenminste, dat is altijd mijn simpele opvatting van een kistkalf. Dus even kijken tot waar gaan we dat maken. Tot hier. Scheppen we dit even weg, want dan kunnen we ook niet hebben dat er bezens instappen dat we niet willen. Dat we ineens binnen in al die koeien staan en dan hoor je boem en dan, ja, creepertje. Dat is gewoon vervelend, toch? Kijk, hier komt dan een overkapping.
Ik zei koeienstal, hè. Ik zei niet een vierkant hok. En vervolgens niks. Oh, hout op. Kijk. Of gaan we dat weer hetzelfde doen als daar? Wat we hier hebben gedaan, een beetje zo trapsgewijs omhoog, maar dan wat kleiner. Dat is ook wel mooi eigenlijk. Zie je, zo ontstaan de ideeën en moet je ze gewoon toepassen. Ik ben echt niet iemand die alles 100% van tevoren script. Dat zou ik ook niet willen. Daar lijkt me dus echt helemaal niks aan. Ik snap erbij dat mensen dat wel doen. Maar ja, dat moeten hun weten. Zo, hebben we voor niks die bomenstammen hebben we weggedaan. Ik weet dus nog steeds niet hoe ik een paard moet temen, maar het is omdat ik het nog niet heb kunnen kijken naar de comments, want die aflevering heb ik nog niet geüpload. Ook ga ik vanaf nu, en ik weet dat dat misschien heel vervelend is voor jullie, maar ja, voor mij is het even echt niet anders. Niet elke dag een aflevering uploaden, want dat is gewoon niet te doen voor mij. Anders dan ga ik gewoon in het wilde weg allerlei dingen maken die helemaal nergens op slaan. En ik hoop wel dat jullie een beetje zitten te wachten op enigszins kwaliteit. Even kijken hoor, wat is hier mooi. Dus ik ga vanaf heden, en spijt me zeer als je dat heel vervelend vindt. Alleen nog maar uploaden in Minecraft dan, de afleveringen, op maandag, woensdag en vrijdag. Zodat ik voor mezelf wat meer lucht heb. En dat ik kan nadenken over dingen die ik wil doen. Maar dat ik ook ondertussen nog de tijd heb om af en toe een baantje te mijnen. Oh. Zo dan, gaat het lekker of niet? Ja, oh, gaat dat helemaal wegstromen nou natuurlijk? Oh, dat valt gelukkig mee. Hier is gelukkig niet naar binnen gegaan. Maar dat ik ook tussendoor een baantje kan mijnen, dat ik dat niet op stream hoef te doen. Want ja, daar zit ook niet iedereen op de off-stream. In een serie moet doen. Ik ben ook wel van plan om iets te streamen. Qua Minecraft. Maar wordt het dus puur een mine-livestream. Iedereen lekker kan komen kletsen. Of het wordt een bouw-livestream. Is het dan mooi? Om deze nog één hokje verder te laten gaan. Zodat ik hier niks naar binnen kan lopen. En dat we dan daarbovenop. Kom, spring erop, alstublieft. Daar, dank u zeer. Nog zo erop kunnen. En dan één rijtje nog erboven. Dan lijkt het al iets meer ergens op. Ja, dat is beter. Wat ik hier nog precies ga doen, ik weet het nog niet. Ik denk misschien wat strobalen. We hebben toch stro. Even kijken hoor, zijn dat er dan vier of meer? Meer natuurlijk, hè? Natuurlijk meer. Oké, dat is de één. Oh, daar gaan we niet heel veel van kunnen maken dan. En die kunnen we gewoon weer omzetten in wiet, hè? Yes. Nieuw recept unlocked, yeah. Oké. Er viel ergens een spin naar beneden, hartstikke gezellig. Nog één klein beetje wil ik hebben. Nog één zo'n strobaal, waar is de zon? Die gaat zo onder. Oké, ik heb ook even voordat ik de aflevering begon. 9 heb ik ook eventjes weer geoogst alles. Ik denk, ja, nu we toch bezig zijn. Hoppa. Even deze hier weer. Nee, verkeerde zak. Zak, verkeerde bak. En dan hebben we toch een beetje mooie symmetrie hier zo. Oh, het wordt nu wel erg serieus donker. En dan gaan we de volgende dag even kijken of we wat koeien her en der kunnen vinden. Vast wel.
Daarom heb ik ze ook niet gedood toen ik net begon met deze map. Altijd belangrijk, hè, dat je je koeien in leven houdt in de buurt. En alle dieren, dat je ze niet onnodig dood maakt. Want ja, je zal ze maar nodig hebben. Tarwe. Kijk, en dan hebben we dus nu, begint ook al deze, ja, ik noem het maar even een mini-basis dan maar. De beginplek begint ergens op te lijken, hè, met veldjes, uiteindelijk een paardenstal, als we weten hoe we een paard kunnen temen. Het zal vast heel simpel zijn. En dan hier voor de koeien. Maar nou is de vraag, waar staan de koeien? Ja, die zijn wel zwart met wit, maar die zijn geen boel. Daar staan schapen. Ja, we kunnen ze ook bij het dorp weg gaan halen. De vraag is, willen we dat doen? En kan het ook, want er zit me hier een ravijn. Misschien moet ik het niet doen hoor, maar. Dan worden deze vier koeien mijn beginkoeien. Kijk, gaat u mee? Dank u zeer. Komt u maar, dames en heren. Altijd een tijdrovend proces. Je wil ze niet kwijtraken. Maar je wil ook niet dat je in een ravijn valt. Of in een diep en donker gat. Zoals hier. Oh, het valt mee. Dus een creeper stond hier een keertje. En ja. De rest kunnen jullie wel raden. Dit gaat even een tijdje duren voordat ze hier allemaal zijn. Dus ja, in ieder geval vanaf nu dus elke maandag, woensdag en vrijdag een aflevering. Gewoon om mijzelf wat ruimte te geven, maar ook ervoor te zorgen dat ik ook wel echt iets leuks kan neerzetten voor jullie. Komt u maar, dames. Dit is niet jullie plek hoor, maak je geen zorgen. Nee, we zijn er geen één kwijtgeraakt. Wacht even, dit gaat altijd fout. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Suikerriet is niet voor jullie. Snel. Zo, alsjeblieft daar. Nou. Speciaal voor jullie, omdat jullie je zo goed gedragen hebben. Kijk, gelijk belonen. En zo hebben we dus hier onze koeienstal. Is beter dan gewoon een vierkantje en tadaa. Ik moet het ook niet te vol gaan zetten met koeien. Maar ja, we gaan ze natuurlijk ook slachten voor het leer. Sorry koeien, maar het is even niet anders. Dus ja, dat is dat deel gedaan. Dat is natuurlijk wel belangrijk. En dan zijn we pas 13 minuten onderweg. Kijk, die gaan gelijk daar naartoe. Niet dat ze het kunnen eten, geloof ik, maar ja, je weet maar nooit. Het is wel belangrijk dat je dus gras houdt, hè, dat denk ik. Bij schapen weet ik het sowieso dat het belangrijk is, want anders dan kan je ze niet... anders gaan ze niet opnieuw wol krijgen. Hokido, dat zijn de koeien gedaan. Dat is eigenlijk het hoofdreden wat ik wou doen in deze aflevering. Gaan we even kijken of dat we hier al klaar zijn met al het ijzer te smelten, zo te zien wel. Dan hebben we nu een ijzervoorraad die niet heel erg misselijk is. 4 stacks, bijna 5 stacks. Doen we het goud er ook maar even in. Dat is toch best aardig. Maar dan gaan we nu ook eventjes. Kijk, dit is al gewoon gesmolten steen. Heb ik daar nog meer van? Ik hoop het wel. Dat is andesiet. Heb ik niet meer gesmolten? Nee, toch. Ik wil zeggen. Maar dan gooien we nog eventjes een stekje cobblestone erin.
Want wat gaan we nu nog even doen, aangezien we nog een beetje tijd over hebben, is even de kelder behangen. Want ik wil hier een hele laag met stenen hebben. Dat het net lijkt omdat het helemaal gebouwd is op een fundering. En ja, wees eerlijk, het ziet er gewoon best wel mooi uit. Dan zijn er natuurlijk ook mensen bij die dit echt afschuwelijk vinden. Kijk, hier moeten we dus nog even een laagje slabs doen er tegenaan. Ho. Dat is ook zonde. Maar dan kunnen we hiervan een soort van de kistenkamer van maken voor, nou ja, spullen die we wel gebruiken, maar niet altijd even nodig hebben. Tja, iedereen heeft een kistenkamer nodig. Kom. Oh, echt, ik ben echt goed bezig, joh. Tjonge, jongen. Oké, heb ik nog slapjes bij? 9 stuks. Kijk, dan bouwen we dit eventjes zo dicht. Dan lijkt het nog op iets, hè. Even die zon in de gaten houden, want we niet hebben er alleen horen. Hallo, boom. 30 slabs, misschien een tikje overdreven dit. Verder rondom zit het allemaal, hè? Yes. Dus ja, dat is in ieder geval het idee waar we nu dus nog, ja, nog net zoveel moeten doen. Maar moet je dan kijken hoe dat er gelijk ook uitziet hier. Gelijk een stuk mooier dan zo'n rare stenen muur, hè? Vind ik dan, hè? Dus ja, daar eten we even een aardappeltje op, dat het er zo mooi uitziet. Even kijken, hoe gaat het met het bakken? Ja, het is een beetje huishouden nu. Dat gaat goed. Maar we hebben dit eigenlijk niet nodig. We hebben eigenlijk nu stenen nodig. Sorry, goud. Ja, want we gaan ook nog wat doen met dat gat daar zo, wat we daar hebben, die mijnschacht. Die gaat wel meerdere gebruiken krijgen uiteindelijk, niet alleen maar een trap naar beneden. Het zal toch mooi zijn als we vanuit hieruit onze eigen basis helemaal kunnen opbouwen. Even kijken, is het wat om hier al te beginnen? Ja, hè, dat we hier zo hebben het dak gaan bouwen. Moet even wachten tot het allemaal gaat groeien. Of groeien gaat bakken in de oven. Zo. Dan gaan we hier. Dat is jammer. Gewoon even wat laddertjes tegenaan zetten. Of laddertjes trappen. Ik haal dit wel door elkaar. Terwijl het toch echt twee hele verschillende dingen zijn. Gelukkig heb ik nog heel veel hout. Eén, twee, kom. Oh, dit kan ook gewoon zo. Mooi. Wordt het alweer nacht? Ik weet het niet. Wordt het alweer nacht? Oh, het mag mij nog langer niet. Zo. Want ja, jullie zullen je vast wel afvragen, wanneer ga je dat huis nou eens afbouwen? Nou ja, nu dus. Nee, dat is niet handig. Heb ik nog een hoe? Vast wel. Zij die vol overgave en vol overtuiging, ja. Huppatee, zaagje in de grond. Kijk, hier moet ik nog een keer een nieuw stukje gras neerzetten. Maar ja, dan moet het hele pad uitgraven. Niet zo zin in. Zo, en dan hebben we er alweer gewoon 40 trappetjes erheen. Ladder trappetjes. Ja, nee, dan heb ik het wel goed.
Ga gewoon aan mezelf twijfelen, joh. Maar ja, gelukkig hebben we genoeg hout. Ik moet aan iedere kant even een trap overhouden. Zodat we hier naartoe kunnen lopen als we de volgende laag erop gaan zetten. Oh, nee, die hakken we zo al weg. Oké, dan doen we dus dit laatste hokje niet. Dan kunnen we namelijk zo omhoog. En dan begint het een beetje donker te worden. Een beetje erg donker. Zo. Kunnen we oplossen, hè? En dat doe ik gewoon voor jullie. Ik los dat gewoon op voor jullie. Ook ben ik wel benieuwd naar wat jullie vinden van de lengte van de afleveringen. Aangezien het nu... De meeste zijn een half uur tot daar overheen. Ja, ik wil toch aardig wat kunnen doen. Kijk, dit is wel een nadeel. Want nou moeten we dus helemaal omlopen om weer daar te komen. Ja, sommigen vinden zo'n lange aflevering van een half uur echt te lang. Maar ja, ik vind een aflevering van een kwartier vind ik weer zo kort. Oh nee, echt hè? Oh jongens. Ah, oké. Okay. Nou, wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Nou, ik heb naar Ruben zitten kijken, die twee keer van hetzelfde stukje dak afviel. En toen dacht hij dat hij door had en toen... Let op, want ik ga zo meteen er weer afkukelen natuurlijk. Haha! Niet. Maar daarna hakte hij het wel helemaal fout. Zette hij het fout. Blijven staan. Ja, en dan zijn ze alweer op. Tjonge jongen. Oké, hoe gaat het ondertussen hier in de afdeling steenbakken? Aardig zouden we zomaar zo kunnen zeggen. Hè? Kijk, hoppa. Even voor de afwisseling. Zo. Ik moet het even doen aan de andere kant, ook in die hoeken, dat daar niks kan spawnen. Tja, waar een wil is, daar staan meestal monsters. Daar. Een paar hokjes nog. En hebben we het weer gehad daar zo. Hoppatee, volgooien weer met ladders. Hier moesten we nog zijn. Kom, raap eens op. Blokkie. En dan gaan we weer. Laatste keertje dat we hier terug gaan, denk ik. Want daarna is het hoog genoeg dat we een beetje normaal kunnen lopen. Zo. Dan ziet het er ook al wat meer uit als een huis. In plaats van een vierkante met een dak wat nog open is. En nou ja, bla bla bla. Kijk, kunnen we nou deze er ook tegenaan zetten? Deze blokjes weghakken. Is de eerste kant klaar? Dan gaan we hier nog twee laagjes op zetten. Wat? Nog steeds? Ja, nog steeds dit. Het is mijnen en bouwen, hè, dit spelletje.
Ook probeer ik het wel een beetje af te wisselen tussen wat ik doe. Niet dat ik alleen maar bezig ben dadelijk met die schapenboerderij. Want ja, daar zal ook vast niet iedereen op zitten te wachten. Dus ja, daar gaan we de volgende aflevering er wat mee doen. Dan gaan we, denk ik, de eerste laag bouwen. Huppa. Dit zijn er hopelijk wel genoeg. Helemaal als we natuurlijk lekker scheef gaan bouwen. Oh ja, twee haas vergeten, hè? Maar op de huurhoogte, alsjeblieft. Oké. Okay. Maar het is omdat we daar verkeerd begonnen. Huppatee, alle bouwblokjes eruit halen. Daar is er nog eentje. Ja, dat is dan jammer. Kijk, hoef ik alleen maar dit in te vullen. Dan hebben we het dak af. Ja, is wel allemaal hout op wat ik had. En ook hier begint het een beetje schaars te worden. Volgens mij heb ik al mijn saplings nog liggen bij de plek waar ik mijn schapenboerderij ga bouwen. Schapenstal, hè? Heel goed. Maakt niet uit dat we vallen. Maakt niet uit. Nogmaals, maakt niet uit. Gaan we even van deze kant beginnen. Gewoon even zo. Zo, al doen de lippen, zeg maar wel eens. Je moet van je fouten leren, dus ik kan je vertellen, ik heb me toch een hoop geleerd in mijn leven. Oh. Ja. Denk daar maar eens over na, mensen. Wat dat betekent. Kijk. Helemaal mooi dit. Alleen nou is de vraag, wat gaan we aan deze kant doen? Ik denk dat we dit gewoon zo afronden hier. Kijk, ik ben even gewoon aan het hardop aan het denken. Dan doen we dit nog zo dicht. En dan maken we hier één groot raam van. Of op die manier. Yes. Oh. En een idee is geboren. Ja. Nee. Die zo. Die nog dicht. Dat is hem, hè? Ja. Kijken of we nog glas hebben. Ik hoop het. Niets is minder waar. Hebben we echt helemaal geen glas meer? Heb ik alles gebruikt? Nee, zeven panels nog. Maar ja, dat is maar genoeg voor één kant. Maar dan krijg je wel een idee hoe het ongeveer gaat worden. Ja, ik vind dat wel mooi. Ik vind dat wel mooi. Gaan we daarvoor dat glas weggraven? Ik schrik me helemaal, het leplazer is altijd van die bijen, joh. Oh, maar dat heb ik in het echt ook, dus misschien, ja. Liggen niet aan die bijen.
Hier is dichterbij. Zo, ik moet nog steeds gaan woestijn jagen. Oftewel, op zoek gaan naar een woestijn om daar het glas uit te halen. Ja, al die koetjes zeggen nog steeds boe. Even kijken, wordt er nog steeds steen gesmolten? Negatief, maar dat is niet erg. Gooi even het glas erin. Ik denk dat we nou wel genoeg hebben aan, de stenen om hier beneden dit even af te maken. En daarna even met een goedkeurende blik ernaar te kijken. Zo. Ja, dat is toch een mooie kelder. Bouwen we dit nog eventjes zo. Zo dicht. Kunnen we er niet afvallen, hè? Oh, jongens. Nog een beetje goed nabouwen. Ja. Fakkeltje neerzetten, hier ook, want anders dan komt van allerlei gezelligheid waar ik niet op zit te wachten. Kom, pak het even op. Eventjes allemaal childproof maken dit. Zo, kan er niks. Kijk, nou als we dit doen, dan ziet het er echt goed uit. Wacht even, dan moeten we dit nou even doen. Het zit hem allemaal in de details af en toe, hè? Een goede stevige trap omhoog. Oh, en het is donker. Dan denk ik dat we het hierbij gaan laten voor deze aflevering. Alhoewel, hoe ziet het er nou vanuit de verte uit? Ja, dat gaan we je vertellen op het moment dat ik dit glas heb omgezet in panelen. Hoe doe je dat? Volgens mij hier. Ja, ik ga even de 16. Alsof het niks is. Die kant nog. Zo, dan gaan we even van een afstandje kijken. Hoe dat het eruit ziet. 1, 2. Hoi. Oh, je ziet het niet echt goed uit, dat dak, hè. Er moet eigenlijk ook nog een randje voor. Het is in ieder geval al wel beter dan dat het was. Helemaal vanaf de zijkanten, kijk. Oh, misschien dat ik nog één rand eraan vastzet. Sowieso aan de voorkant komt nog een rand met van die trappen. En misschien nog wel eentje zo aan de zijkant. Ja, ik vind het er goed uitzien. Voor een beginhuis, alles helemaal gemaakt van birch. Moet ook netjes gemaakt zijn, maar in ieder geval, ik zeg bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden, dat we ook vanaf nu koeien hebben. Allemaal volwassen koeien. Dat het dak af is. En ik hoop dat jullie genoten hebben van de mijn aflevering. Laten we dat even weten wat je ervan vond, hè. Lijkt me wel leuk. Oh, sorry, ik wou op dat dak springen. Lijkt me wel leuk om te weten wat jullie daarvan vinden. En dan zien we elkaar bij de volgende aflevering, als we daar verderop weer gaan verder werken aan de schapen. En dan gaan we de eerste unit, om het zo maar te zeggen, hopelijk kunnen bouwen. Ik ben Ruben, bedankt voor het kijken. Deel het met iedereen die je kent. Druk op die volgknop en hier zit die follow, die abonneerknop. Als je meer wil zien. Ja, en doe dat duimpje als je het leuk vond, hè. En dat andere duimpje als je het niet leuk vond. Maar ja, dat is ook belangrijk. Zelfs mensen het niet leuk vinden, moet je het ook weten. Maar ja, tot de volgende keer. Doei doei.